Enkele jaren geleden hebben we met de stad Poperingen deze Vroonhofsite aangekocht. We willen er een nieuw kloppend hart voor onze stad van maken, een nieuw kloppend cultureel hart. En met dit project onze stad een nieuwe impuls geven richting volop 21ste eeuw. Ons masterplan op deze site is zo goed als klaar. We leggen het in augustus aan de gemeenteraad voor, maar eerst koppelen we terug richting onze inwoners. Dit project, het Vroonhofproject, wordt het kloppend hart van onze stad en is ook de nieuwe long van onze stad. Het zal zuurstof geven. En we hebben jullie bevraagd. Jullie willen vooral veel groen, niet te veel aandacht voor de auto's en zijn ook tevreden met hetgeen we voorgesteld hebben. En we hopen jullie ook te horen in de toekomst over dit project. Dit masterplan bevat voor deze site een formidabel mooie visie. We willen op deze site een nieuwe kunstacademie creëren, een podiumzaal en ook het huis van het kind realiseren. We zoeken naar een evenwicht tussen parkeren en open ruimte. We willen het water terug in de stad brengen en vooral we willen een heel mooie ruimte creëren waar de Poperingenaar, maar ook de toerist, kan wandelen, kan recreëren en een plaatje heeft om zich even te ontspannen. We zijn ook realistisch. We weten uiteraard dat een dergelijk groot project te realiseren, dat het uit zichzelf ook tijd vraagt. Vandaar een masterplan voor uitvoering 2021-2030 en uiteraard binnen budgetair haalbare context.